De zoektocht naar Anne Faber is tot diep in de nacht doorgegaan. Gisteren werd vanaf het eind van de middag gezocht bij Huis ter Heide, nadat bij een fietspad een jas was gevonden. De jas is zeer vermoedelijk van de vermiste Anne. Ook zou bij die zoektocht andere kleding zijn gevonden. De Utrechtse is sinds afgelopen vrijdag vermist nadat ze een stuk ging fietsen. De hele avond deden agenten sporenonderzoek. Er werden speurhonden en een helikopter ingezet om eventuele andere sporen te vinden. Gisteren deelde de politie al eerder een vermoedelijke fietsroute die Anne zou hebben afgelegd. En dat zou een ANWB-fietsroute kunnen zijn. Het zou een logische route geweest kunnen zijn van waaruit zij dus via Baarn terug naar Utrecht had kunnen fietsen. En dat is dus op deze plek. Dus ja, het kan zeker zijn dat het om een jas van Anne Faber gaat. Het Utrechts landschap is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het onderhoud van landgoederen. De natuurorganisatie beheert meerdere landgoederen in onze regio en kan daarbij wel een extra handje gebruiken. Het Utrechts landschap beheert onder meer Oostbroek en Zandwijk in de Bilt, de Palts in Soest en Parkkasteel Renswoude. Er zijn nog tientallen vrijwilligers nodig. Wordt het slangenkop, de wesp of toch duckface? Zijn suggesties voor de bijnaam van de nieuwe Intercities van de NS. De oproep van RTV Utrecht op Facebook om een bijnaam te bedenken heeft honderden reacties opgeleverd. Gisteren onthulde de NS het nieuwe ontwerp voor de Intercity Nieuwe Generatie. De trein moet in 2021 voor het eerst gaan rijden. En dan nog het weer. Er is tamelijk veel bewolking, maar het blijft vrijwel droog. Het wordt maximaal 15 graden. Vanavond is het droog, maar 's nachts gaat het regenen. Het koelt af tot 11 graden. Dit was Unieuws. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.